Aha, waarom? Denk jij zo? Ja, ze doen toch niks met die gebouwen, toch? Aha, ja. Ze kunnen het net goed maken. Oké, waar gaat het allemaal over? Dit gaat over het kapitaal, wat weer de leegstand aan het verdedigen is. Een ontruiming voor leegstand, voor antikraak. Wat doet Mitros met een pand van 10 miljoen wat ze leeg laten staan tot 2011? Waarom moet dat allemaal leeg blijven staan? Nou, dat is heel simpel. Ze willen het leegstandsprobleem niet oplossen. Ze willen de woningnood helemaal niet oplossen. Want er wordt gewoon godverse veel geld aan verdiend. Dus een reden waarom kraken verboden werd, is zodat de luis in de pels het nog moeilijker gaat krijgen en er nog meer geld verdiend gaat worden. Nou, je ziet vandaag in dit proces wat voor farce heel die kraakwet is. Het OM vindt het allemaal niet relevant dat ze onrechtmatig bezig zijn in hun eigen wet te schenden. Vervolgens wordt de geloofwaardigheid van het rechtssysteem natuurlijk weer heel erg bekrachtigd met het niet toekennen van de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Daarom zijn wij het protest ook weggelopen. En de privatisering van de woningbouw, het verbieden van kraken, maar veel andere dingen die er bezig zijn, zoals de regeling die er is op het bouwen van betaalbare woningen, die was tot nu toe dat er voor 70% dure woningen en 30% lage woningen of betaalbare woningen werden gebouwd. Nou, dat is eigenlijk nergens gebeurd. Ze hebben nergens die target gehaald. Zullen we zeggen, er staat geen enkele consequentie op het niet halen. Maar wat nou het mooie is, Bruin 1 gaat het nog afschaffen ook. Dus daar zijn we ook helemaal vanaf. Dus nu kan het gewoon alleen duur gebouwd worden. Zelfs in de beleidsplannen worden betaalbare woningen weg. Ondertussen gaan er hier gewoon nog duizenden sociale woningen tegen de vlakte. Omdat de woningbouwcoöperaties bezig zijn als een stel particuliere investeerders met hoge salarissen. Terwijl er in iedere stad 10.000 mensen op straat staan. Nou, wij gaan gewoon door met kraken, ondanks al het gelul waar we niet in kunnen wonen. En wonen doen we, want wonen is een recht. Wonen gaat door, kraken gaat door en jullie wetten niet de onze. Daar ben ik het absoluut niet mee eens met het kraakverbod. Als rechtgeaarde Amsterdamse kun je niet tegen het kraakverbod zijn. Hè? Bovendien zijn er te weinig huizen. Dan mag je volgens mij dan wel wonen. Totdat, hè? Totdat er wel wat mee gedaan wordt. Maar als het leeg is, ja, dan waarom niet? Het hoeft niet leeg te staan natuurlijk, dus ook zonde. Oké. Okay.